Zoals je al uit de titel hebt kunnen opmaken, heb ik in één keer de afgelopen maand een enorme boost gezien in mijn inkomen. En in deze video wil ik dan ook gaan kijken waar die 1250 euro extra inkomen dus in die afgelopen maand vandaan komt. Op welke manieren die zijn ontstaan. En dit bedrag is dan weer onder te verdelen in actief inkomen waar ik heb voor moeten werken. Loondienst bijvoorbeeld, of passief inkomen, zoals bijvoorbeeld mijn YouTube kanaal. Nou, gelukkig is het grootste gedeelte van dit bedrag passief inkomen. En hoe dat nou precies is opgebouwd, wil ik in deze video aan jullie gaan uitleggen. En dan ook vooral laten zien dat het niet ineens zomaar is gekomen, maar dat ik al misschien wel een jaar of langer bezig ben met dit soort dingen op te bouwen, tijd investeren. En dat het nu langzaamaan zich begint uit te betalen. Al die informatie over hoe ik het heb gedaan, welke tips ik misschien nog heb voor jou of hoe ik het in de toekomst wil gaan doen, krijg je in deze video te zien. Dus laten we er snel mee beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien, abonneer je hier op het kanaal en mis je nooit meer een video. En ik hoop juist de komende tijd eigenlijk ook veel meer content te kunnen maken over passief inkomen. Ik heb lange tijd me gericht op geld sparen of besparen of investeren en beleggen. Nou, op dit moment, zoals je wel in deze video kunt zien, heb ik best wel een groot gedeelte van passief inkomen kunnen opbouwen de laatste maand. Ik wil nog niet zeggen dat dit deze maand of de volgende maand ook nog weet vol te houden. Maar alles wat ik hieromtrent leer of welke ervaringen ik heb opgedaan, zal ik ook via dit kanaal delen. Dus is zeker een tip om het kanaal te volgen. Maar laten we nu dan gaan kijken waar die 1250 euro die ik de afgelopen maand heb verdiend, hoe die is ontstaan, waar het in één keer vandaan komt. Want dat is ten eerste wat ik interessant vond, maar ik neem aan dat jij het ook interessant vindt. Op welke manieren dit geld eigenlijk binnenkomt en hoe het is opgebouwd. Zoals gezegd zijn er 2 delen, een actief inkomen en een passief inkomen. Nou, laten we beginnen met het actieve inkomen. En het bedrag van dit actieve inkomen is de afgelopen maand was dat 400 euro. En dat was dan het bruto bedrag. Dit heeft ermee te maken dat ik sinds begin vorige maand een nieuwe baan heb. Daar heb ik dus 400 euro bruto in de maand meer dan bij mijn oude baan. En op die manier, actief inkomen, daar werk ik dus ook echt voor. Maak ik uren om dat geld te verdienen. En dat was dus de afgelopen maand 400 euro. Ik heb er ook begin vorige maand een video over gemaakt. Ik zal hem hier even linken. En daar liet ik dan ook zien wat deze salarisverhoging eigenlijk door die nieuwe baan voor impact had op de lange termijn. En dat was dan ongeveer 750.000 euro. Omdat ik van plan ben om eigenlijk de volledige salarisverhoging niet te gaan besteden, maar juist te gaan beleggen. Dus verstandig te doen, te investeren, te beleggen voor de lange termijn. En het enige wat ik in die video nog niet wist, ik wist dat het natuurlijk 400 euro bruto was, maar hoe het precies uit zou pakken naar netto. Nou, inmiddels heb ik mijn eerste salaris ontvangen en heb ik kunnen zien dat ik 291 euro in de maand erop vooruit ga netto. Nou, dat geld ga ik de komende tijd dus investeren, misschien in aandelen, indexfondsen, ETF's. Precies weet ik het nog niet, maar in ieder geval in iets voor de lange termijn. En dan komen we nu aan bij het tweede gedeelte en dat is dus het passieve inkomen. Daar heb ik ten eerste veel meer over te vertellen. Het is vaak ook een stuk interessanter en het zijn ook een stuk meer vormen. Nou, de eerste vorm daarvan is YouTube zelf. En hier heb ik in de maand juli 22 euro verdiend. Want zoals de vaste kijkers misschien wel weten, ben ik begin sinds juni YouTube partner, zoals het dan heet. Dan ben ik goedgekeurd. Ik voldoe aan de eisen van YouTube van 1000 abonnees en 4000 uur kijktijd in de afgelopen 12 maanden. Sinds ik daaraan voldoe, kan ik ook advertenties laten tonen onder mijn video's of voor mijn video's, gedurende mijn video's. En daar heb ik de afgelopen tijd een beetje gebruik van gemaakt. Ben ik een beetje het experimenteren van wanneer wil ik ze plaatsen, hoe lang duren ze, hoe vaak komen ze eigenlijk in een video voor, want het moet ook weer niet te vervelend worden, zeg maar. Maar daar heb ik dus in de afgelopen maand 22 euro mee verdiend. Het is wel zo dat dit inkomen best wel verschillend is per dag. Ik heb heel veel dagen van zeg maar 60, 70 cent en de laatste tijd gelukkig ook wat uitschieters. En het einde van de maand zag ik bijvoorbeeld 2 keer een uitschieter naar iets meer dan 2 euro. Maar gemiddeld zou je kunnen zeggen dat je net onder een euro zit en dat verklaart dan ook weer die 22 euro in de maand. En ik hoop natuurlijk dat dit op lange termijn wat beter wordt, dat hoger gaat worden. Want van tevoren heb ik natuurlijk wel berekeningen gemaakt. Zoals ik alles natuurlijk bijhoud in Excel sheets, dit ook, wil ik een voorspelling gaan doen. Nou, die heb ik dus zeker niet gehaald, want ik had verwacht dat het misschien wel 50, 60 euro zou worden. Aan de ene kant komt dit omdat in Nederland de waarde, de CPM-waarde veel lager ligt dan ik had gedacht. En zeker als je gaat vergelijken met Amerika, dan was ik niet van de Amerikaanse cijfers uitgegaan. Maar dan zie je juist dat deze sector met geld, beleggen, dat soort dingen vaak hoger zit dan het gemiddelde. Dus ik was er ook van uitgegaan in Nederland dat ik iets hoger zou zitten. Dat verklaart eigenlijk al dat ik een beetje het dubbele had ingeschat van wat ik nu heb verdiend. Maar wat juist apart is, als je gaat kijken naar de inkomsten en vooral de hoeveelheid videoweergaves, is dat juist die videoweergaves eigenlijk wel tegenvallen vergeleken met de
ja, videoweergaves op het kanaal. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat er niet zoveel advertenties continu getoond worden. Of dat mensen bijvoorbeeld een adblocker gebruiken. Waardoor de video dus niet getoond wordt. En ik dus ook daar niks aan verdien natuurlijk op die manier. En dat is eigenlijk ook helemaal niet erg. Ik begrijp het. Ik gebruik zelf ook in de ene webbrowser bijvoorbeeld. Gebruik ik ook adblockers. Omdat ik advertenties natuurlijk ook wel irritant vind. Maar juist op YouTube, wat ik dan via Safari weer kijk. Omdat ik een tweede scherm gebruik. Daar heb ik het uitgezet. Zeker omdat ik daar veel YouTubers volg en bekijk die veel informatie geven, informatie die ik interessant vind. En op deze manier, door af en toe een advertentie te kijken, steun ik hun kanaal dus eigenlijk. Dus die afweging heb ik voor mezelf gemaakt, dus dat ik een onderscheid maak tussen YouTube advertenties wel en de rest niet. En dat is dan ook wel de verklaring dat de YouTube advertentieinkomsten eigenlijk tegenvallen vergeleken met mijn verwachting eigenlijk, maar zeker niet. Ja, best wel leuk natuurlijk om video's die ik toch al zou maken, om dan nu in ieder geval 20, 25 euro in de maand mee te verdienen. Voor de snelle rekenaars hebben jullie natuurlijk al op kunnen merken dat dit nog lang niet het bedrag is om bij die 1250 euro te komen. Dat is juist nog een heel groot gedeelte aan passief inkomen wat ik nog niet heb genoemd, wat dan juist weer onder wordt verdeeld in een andere groep van passief inkomen, en dat is affiliate marketing. En juist bij deze affiliate marketing heb ik in de afgelopen maand 844 euro verdiend. En dit is vele malen hoger dan ik had verwacht. Ik dacht zelf van als ik misschien 100, als ik geluk heb 200 euro zou verdienen op deze manier, dan ben ik al zeer tevreden. En eigenlijk keek ik vooruit naar het einde van het jaar. En als ik dan een paar honderd euro met alle vormen van inkomen zou verdienen, dus alle vormen van passief inkomen, laat ik het zo zeggen, dan zou ik er heel tevreden zijn. Maar in één keer in juli had ik dus meer dan 800 euro op deze manier verdiend. Een gedeelte van die 844 euro komt via Peaks. Dat is een beleggingsapp die eigenlijk wisselgeld automatisch belegt. En daar heb ik de afgelopen maand 150 euro mee verdiend op die manier. Nou, dat komt, ik heb er een tijdje geleden een video over gemaakt, een review. Ik zal hem hier trouwens even plaatsen over hoe de app werkt en dat soort dingen. Mijn eigen mening daarover geven. En in die video staat ook een kortingscode. Nou, als je die gaat gebruiken, of een eigen actiecode, zodra je die gaat gebruiken, krijg je als nieuwe gebruiker 5 euro te goed, maar ik krijg dan ook 5 euro te goed omdat je mijn code gebruikt. En inmiddels is er dus een nieuwe actie aan de gang bij hun die volgens mij tot het einde van deze maand duurt. Dan krijg je 5 euro nog steeds per iemand die je aanbrengt, maar elk vijfde lid wat je aanbrengt krijg je een bonus van 50 euro. Nou, inmiddels heb ik dus 10 mensen aangebracht. Dat is 10 keer 5 euro en 2 keer die bonus van 50 euro, waardoor je in totaal dus op 150 euro uitkomen deze maand. En dit is dus een duidelijke vorm van passief inkomen, omdat ik van tevoren die video heb voorbereid, gemonteerd, geüpload, noem het allemaal maar op. En juist naderhand ga ik er geld mee verdienen, omdat mensen dus vinden dat ik het een nuttige video is, die informatie biedt en natuurlijk die 5 euro startgoed voor hun biedt. En zo zie je dus dat ik aan een video die ik een maand of 2 maanden geleden heb gemaakt, nog steeds elke week eigenlijk nog geld verdien. Want ook de afgelopen dagen zijn er steeds mensen die zijn eigen aanmelden. Dus ook deze maand zal ik waarschijnlijk nog steeds geld verdienen met die video die ze een tijdje geleden heb, dus al heb gemaakt. En dat ik eigenlijk niks meer aan hoef te doen. Hetzelfde geldt voor een video van Picnic. Ik zal hem ook hier even kort linken. Ook weer een review. Ik maak gebruik van Picnic om boodschappen te doen, thuis te laten bezorgen en dat soort dingen. Ook daar zit dan weer een actiecode in verwerkt. En daar hebben 2 mensen van gebruik gemaakt. Dus daar heb ik de afgelopen maand 10 euro mee verdiend. Nou was dat ook alweer een groot gedeelte, 160 euro van die 844. Maar er blijft nog steeds nog een heel groot gedeelte over. En dat wordt dan juist weer verdiend met affiliate links die je onder deze video bijvoorbeeld kunt vinden. En daarmee heb ik de afgelopen maand 694 euro verdiend. Als je namelijk onder deze video kijkt, of onder eigenlijk alle laatste video's, dan zul je affiliate links zien, links naar bepaalde aanbieders. Eigenlijk alle links zijn affiliate links, behalve van de Giro. Daar krijg ik niet echt een vergoeding. Ik krijg wel transactietegoed, maar aangezien ik geen transactiekosten maak, omdat ik alleen vaak uit de kernselectie koop, heb ik daar eigenlijk niet zoveel aan. Maar eigenlijk al die andere links, als mensen zijn eigen via daar aanmelden bij een van die aanbieders, dan krijg ik daar een vergoeding voor. Het mooie daarvan is dat je op die manier het kanaal kunt steunen. Want natuurlijk, zoals gezegd, het video kijken op zich is natuurlijk gratis. Maar via deze weg ontvang ik dan toch vaak nog ergens een inkomen uit, waardoor ik dus kan investeren in dit kanaal. Als je gebruik maakt van deze links, het kost jou niks extra's. Het is niet zo dat in één keer jouw aanmelding ergens geld kost. Hun zijn gewoon blij als aanbieder om een extra klant te hebben en zijn bereid daar een vergoeding voor te geven aan iemand anders die dus iemand anders aanbrengt. En op die manier kunnen we denk ik elkaar heel goed helpen. En het blijkt dus ook wel dat jullie de afgelopen tijd goed gebruik maken van die links. Dat jullie de weg weten te vinden op die manier. Dat het waarschijnlijk dus ook interessante video's zijn geweest, want anders ga je überhaupt niet bij een van die aanbieders kijken, na een video kijken. Dus dat is altijd al leuk om te horen. En juist op die manier heb ik bijna 700 euro verdiend. En juist dit gedeelte is vele malen hoger dan ik van tevoren had verwacht. Want ik had misschien verwacht dat elke maand 1, misschien 2 mensen zijn eigen zouden aanmelden. Vergoedingen liggen een beetje
ja, misschien ooit 15 euro tot ooit zelfs wel 60 euro. Hangt een beetje af van het programma. Maar ik had zeker niet verwacht dat het bedrag van dit gedeelte links zo hoog zou zijn. En de mensen die het kanaal dan ook weer een tijdje volgen zullen wel hebben gemerkt dat ik in de afgelopen tijd ook vaker naar dit soort links ben gaan verwijzen in video's. Bijvoorbeeld als we het over een investering doen, dan zou ik bijvoorbeeld FlatEx noemen of Binkbank. En dan zou ik linken naar de video's onder de links onder deze video. Maar het kan ook zo zijn dat ik een complete video eraan wijd. Want dat is bijvoorbeeld in het geval van FlatEx. Ik zal hem hier even linken. Had ik wederom een review gemaakt. Dat was een nieuwe aanbieder op de Nederlandse markt. Waar je gratis kunt beleggen. En wat het extra interessant maakt trouwens is op dit moment, maar daar maak ik deze week nog wel een uitgebreide video over. Als je je nu aanmeldt, krijg je als gebruiker, wanneer je je eerste transactie doet, geloof zelfs in deze maand nog, dan krijg je 100 euro te goed. Dus niet alleen word ik dan geholpen als jij je eigen aanmeldt via zo'n link. Zelf ontvang je er ook 100 euro voor en kun je dus ja, met extra geld direct gaan beleggen. En nou zou ik er natuurlijk voor kunnen kiezen om elke week wel op die manier een video te maken voor iets waar ik geld aan verdien. Maar dat is zeker niet mijn bedoeling. Ik wil altijd zorgen dat ik eerlijk blijf en dat ik alleen producten aanbied waarvan ik denk dat die echt goed bij de kijker passen. En dat heb ik de laatste tijd wel gedaan. En zo te zien is dat ook zo. Maar het is zeker niet mijn bedoeling om op korte termijn juist geld te verdienen aan jullie. Ik wil juist gaan voor de lange termijn. Dus als je je eigen ergens aanmeldt bij een van deze aanbieders die ik eigenlijk promote, dat je ook naderhand denken van ja, dit is inderdaad een product wat bij me past. En niet dat je naderhand denkt van ja, wat hij nou heeft aangeraden, daar klopt helemaal niks van. De volgende keer dat hij iets aanraadt, vertrouw ik hem niet meer. Nee, dat is zeker niet het geval. Ik wil echt voor de lange termijn gaan. Altijd eerlijk zijn. Dat zul je altijd ook wel zien. Bijvoorbeeld door deze video. Ik laat gewoon precies zien waar mijn inkomen vandaan komt. Hoe ik het heb opgebouwd, waar ik het misschien vaak nog wel aan uitgeef en welke aandelen, welke investeringen. Ik merk ook in de reacties dat jullie dat waarderen, dat dat een van de redenen is waarom het kanaal groeit en dat wil ik dus ook zeker vasthouden. En zijn het dus vaak producten die ik denk dat ze bij jullie passen, maar zeker ook vaak producten waar ik zelf gebruik van maak, want FlatEx gebruik ik, Bink gebruik ik, de Giro gebruik ik. Nou, ook al is de Giro dus iets waar ik geen geld aan verdien, ik raad het nog steeds aan, juist vanwege een kernselectie, dat je eigenlijk, als je aan een paar voorwaarden voldoet, kosteloos kunt beleggen, ja, kosteloos kunt investeren in jouw toekomst. Dat is natuurlijk een heel erg mooi product. En je zult dus zien dat ik dat product aanraad terwijl ik er niks aan verdien, maar ook ondertussen dus gewoon FlatEx, waar ik wel een vergoeding voor krijg. En nogmaals, zoals gezegd, als je deze maand aanmeldt, krijg ik niet alleen geld, ook jij krijgt een bonus. Dus ga zeker in de link onder deze video kijken, want daar zijn we allebei mee geholpen. En ik zal dus regelmatig verwijzen naar die links in een video, binnenkort ook in blogpost, dat soort dingen. Maar het zal eigenlijk nooit onder mogen doen aan de integriteit van het kanaal. Want dat is een van de belangrijkste dingen. Misschien wil je zelf iets opbouwen, of het nou een YouTube kanaal is of een andere business. Zorg in ieder geval voor dat je niet altijd richt op de korte termijn, maar kijk naar de lange termijn. En dan denk ik dat zeker zoiets als vertrouwen opbouwen en dat soort dingen heel erg belangrijk zijn. En dan komen we aan bij het laatste gedeelte van deze video. En nou ik al dat geld heb, wat ga ik er nu mee doen? Hoe ga ik het besteden? Mijn doel is vooral om het geld wat ik met dit kanaal verdien ook weer te gaan investeren in het kanaal. En dat kan op verschillende manieren. Zo heb ik bijvoorbeeld afgelopen week wat software dingen gekocht, waardoor ik hopelijk de kwaliteit van mijn video's kan verbeteren. Ook heb ik weer juist een iets voor video monteren, een soort toetsenbord gekocht, waardoor het misschien sneller gaat, beter gaat, dat soort dingen. Waardoor eigenlijk dus investeringen die ik doe in de kwaliteit van de video's bijvoorbeeld. Maar ik ben zeker ook van plan om bijvoorbeeld weer aandelen te kopen als dat zijn eigen aandoet. Misschien wel een van de aandelen die ik altijd noem in interessante aandelen. Ik zal ook weer daarom een link plaatsen naar de video van afgelopen week. Ik kijk telkens van welke aandelen zijn interessant. Misschien naar kwartaalupdates. Misschien nadat er iets op de beurs is gebeurd waardoor het aandeel onderuit is gegaan. Nou, dat soort dingen. Dan zou ik bijvoorbeeld het inkomen wat ik nu verdien daaraan kunnen besteden. En dus daar weer een video over maken. Vertellen hoe het gaat. Hoe de waardering eigenlijk op de koers de komende tijd zich gaat ontwikkelen eigenlijk. En dat telkens weer behandelen. Waardoor ik dus eigenlijk wederom in de video of wederom in het kanaal investeer, zo moet ik het zeggen. En dan had ik een beetje een verhouding aangenomen die ik wil gaan toepassen. Want wat je meestal zult horen en wat we laatst toevallig nog in onze Discord chat over hebben gehad, dat je heel veel YouTubers, ook Nederlandse YouTubers, laten zien van oh, ik heb deze maand 10.000 euro, 100.000 euro verdiend. Maar wat dat zaak zijn is dan bruto bedragen. Dus ze hebben bijvoorbeeld een webshop opgericht. Die levert 100.000 euro in een maand op. Maar dan moeten er alle kosten van af. Alle belastingen, dat soort dingen. Hoeveel ze dan uiteindelijk overhouden en hoeveel tijd ze erin hebben gestoken, dat laten ze dan weer niet weten. Juist om die reden wil ik dus eigenlijk van het bedrag wat ik nu ontvang ongeveer de helft investeren in het kanaal. Dus kan dus zijn in die software, in nieuwe camera's of
misschien wel iets voor een podcast voor in de toekomst, dat soort dingen. Of in aandelen bijvoorbeeld, maar daar gebruik ik dus de helft voor. Vervolgens gebruik ik ongeveer 40% om apart te zetten, want natuurlijk zal er ook belasting betaald moeten worden. Al deze bedragen die ik nu noem, zijn natuurlijk bruto bedragen, dus daar wordt nog belasting over geheven. En ongeveer 10% zal ik dan wel voor me persoonlijk gebruiken, omdat al die tijd die ik erin heb gestoken, dat ik nog iets leuks kan doen. Dat ik iets leuks kan kopen, misschien een keer volgend jaar op vakantie kan gaan extra. In ieder geval dat ik toch een beetje direct rendement heb van de investering die ik doe, door al die tijd en moeite in dit kanaal te steken. Maar ik ben zeker ook benieuwd naar wat jullie ervan denken. Hoe zou ik bijvoorbeeld het geld moeten investeren volgens jou? Wat kan ik doen om bijvoorbeeld het kanaal te verbeteren? Zoals gezegd, ik zit zelf te denken aan een podcast. Werd laatst al geroepen van misschien kun je doen interviews of dat soort dingen. Nou, daar zal ik misschien apparatuur voor nodig hebben. Misschien ga ik een tweede camera gebruiken. Misschien ga ik ergens naartoe. Evenementen, dat soort dingen. Allemaal tips. Misschien heb je ideeën. Laat in ieder geval weten onder deze video. Of kom naar onze Discord chat waar we met meer dan 250 mensen inmiddels over dit soort onderwerpen praten. En als je het nou een leuke video vond, geef even een duimpje omhoog. Vond je wat minder, geef een duimpje omlaag. Maar laat in ieder geval altijd in de reacties onder deze video weten wat je goed of minder goed vond. En als je nog steeds zit te kijken, is het dus waarschijnlijk een interessante video geweest. Zoals gezegd wil ik vooral ook over dit onderwerp, naarmate ik meer inkomens heb, eigenlijk elke maand een update geven. Dus ik wil elke ervaring die ik opdoe graag met jullie delen. Maar natuurlijk niet alleen over passief inkomen, ook over investeren en beleggen of persoonlijke financiën. Nou, al die onderwerpen, zoals gezegd, 2 video's in de week. Dus als je daar meer over wilt zien, abonneer je dan hier op het kanaal. Klik op het belicoontje, dan mis je natuurlijk nooit meer een video. En dan zie ik je graag in de volgende video terug.